Openbaring. Ja, wat wij doen ieder jaar is een krans leggen om het hoofd van Rembrandt hier. Ja, dat doen we natuurlijk op 000 uur 15 juli. We moeten altijd onze vakantie uitstellen daarvoor, maar goed, dat doen we heel graag natuurlijk. Ik ben Tjeerd Scheffer, raadslid voor de Partij van de Arbeid in Leiden. Eigenlijk is er alles mis met het beeld. Het is een oud model dat men heeft besteld, niet speciaal gemaakt voor deze plek. Vandaar dat Rembrandt, die kijkt maar willekeurig ergens heen. Het is de oude Rembrandt. Hij woont inmiddels al lang in Amsterdam, leeft niet meer in Leiden, dus niet de jonge Rembrandt. Hij heeft een stiftje in zijn hand om te tekenen. Dat deed hij in zijn Leidse periode ook helemaal niet. Daar is gewoon niet over nagedacht. Ik ben Christian Vogelaar en ik ben conservator van de oude schilderkunst in Museum de Lakenhal in Leiden. Dit beeld is neergezet ooit aan de rand van de stad om de bezoeker te verwelkomen in Leiden. Inmiddels is die stad veel groter geworden, dus is het helemaal niet meer de rand van de stad. En eigenlijk verdient dan dit beeld een veel mooiere, prominente plek in Leiden. En zeker dan niet met zijn rug naar zijn medelijdenaars gekeerd. Stel dat Rembrandt hier was gebleven, dan had hij misschien wel een cliëntel van buiten kunnen aantrekken. Of Leiden genoeg te bieden had, ik denk het niet. Alle grote schilders zijn vertrokken. Jan Lievens is vertrokken in dat jaar, 1631. Rembrandt hetzelfde jaar. Jan van Gooien is vertrokken. Jan Davidson de Heem, hele goede studievenschilders, allemaal weggegaan. Als ze gebleven waren, dan denk ik dat het verkeerd was gelopen. Want het was een restrictief, vrij naar stadsbestuur. Maar voor de stad zou het natuurlijk geweldig geweest zijn als hij hier had gewerkt. Maar dan was het heel anders gelopen. En het was een stad in opbouw, was arm in die periode, maar wel een begin van de Gouden Eeuw. Maar inderdaad, tegelijkertijd toch ook niet een goede habitat voor een schilder die een wereldschilder moest gaan worden. Wat in Amsterdam is gemaakt zijn grote portretten. Dat soort portretten had je in Leiden niet. Daar had je de opdrachtgevers niet voor. Daarnaast maakte hij de historische stukken, zeg maar vooral bijbelse onderwerpen. In Amsterdam was dat mogelijk. Je moet niet vergeten, hier in Leiden had je een grote ruzie tussen Arminianen en Gomaristen. Dat is in wezen een theologische kwestie aan de universiteit die enorme impact heeft op de stad. Waardoor eigenlijk in de schilderkunst religieuze onderwerpen, bijbelse onderwerpen, bijna niet voorkwamen. Het was een buitengewoon broeierige affaire die pas veel later in de 17e eeuw zich heeft opgelost. Een van de redenen waarom Rembrandt weg is gegaan hier was niet alleen geld, was ook het politieke klimaat. En gelukkig maar, want anders had hij misschien landschapjes gemaakt en dan was het een hele andere schilder geweest, denk ik.